Dames en heren, iets dan Bart het programma valt. Ik wil er eerst en vooral aankondigen dus dat ik van zinnen ben van dus in Middagschabber in ons volgende productie een massaproductie te maken. Dat is te zeggen, een massaproductie, ik heb een musical geschreven. In een massaproductie bedoel ik natuurlijk dat er veel mensen zijn, goed orkest, veel mensen, figuro's enzovoort. Daarmee doen we een oproep aan mensen die iets voor de showbusiness zullen voelen, die een beetje kunnen zingen, dansen, acteren. Dan zullen we kunnen laten inschrijven, dus bij ons, dat is niet moeilijk, gegeven door adres. En van het af het ogenblik dat een beetje kunt, dus zingen, dansen en acteren, zaten dus aan veert bij ons. Wat schiet er van? Wat is er, vriend? De show. Wat blieft? Stoor niet goed, zo. Het is zo voor die annonce deden, voor de showbusiness. Zo, wil. Aangekomen te presenteren. Goed. Ik meen dat voor het toilet was anders, wil. Het is 3 minuten lang, zo. Ik ben er dus geweest. Ach, echt alweer. Van de soul. Allee, komt ons maar op zijn papa, stop, dat is draad erop af. De hoop dat er niet valt. Hij stopt me wat, maar hij is krachtig. Dat is de zin die daar erop gooit. Je kunt er af voor nu op schop gooit. Voorzichtig eens, hè? Ik dacht dat hij zo komt, dus pas op de blanke. Ja, ja. Ben ik een keer juist. Ja, hij is al laag gevallen. Fijn dat het zelfs. Ah, gezellig. Enfin, kijk, dat is een mooie vriend. Kunnen die lampadeertjes niet een beetje snijden? Ja, ze er al sinds beter wat ze in een doen gegaan, hè? Enfin, mag ik een paar vragen stellen, vriend? Zie je iemand? Een familie zitten. Het is supporters mee. Mag ik een paar vragen stellen, lekker gevraagd? Joch, joch. Ja. Wat moet je inschrijven, dat begrijp je wel, hè? Geboren? Ja, ja. Ja, maar waar? In Frankrijk. Frankrijk? Frankrijk. Ah, wat deal? Wat lief? Wat deal? Alle dealen in de. Dat denk ik allemaal aan hier bij mij, hè? Mijn noemers, mijn bienen, dat denk ik. Enfin, noem van de Evers. Mama en papa. Enfin, mama en papa. Waar zijn ze geboren? In het hospital. Het moederhuis, hè? Tweede verdieping. Mijn nieuwe vriend. Zon nummer 3. Het vierde beide keer rechts. Vroeg je wat stad? Haha. In Parijs. Parijs. Het ligt dat er in alle steden ongelukken gebeuren. Enfin, je bent dus vertrokken en je hebt Frankrijk achter je gelaten. Waarom? Maar wie? Ik zeg, je hebt dus Frankrijk verloten en Frankrijk achter je gelaten. En waarom? Dat is te groot voor mij te praten, hoor. Dat ligt er in. Je kunt dan moeilijk in een netten krijgen, dan krijg je dat toch niet in. Enfin, wat dag zou er gebeuren? Een 2 april. Dat heb ik gepast. We zijn sinds een dag te loten geweest. 6 weken te vroeg. Ja. Goed toch. Hoe jij hebt ze? 35. Goh. 35.
geeft een kruidhart, hè? Hoe kan iemand zo'n stem zijn op een korte tafel? Enfin, zijn er in familie nog artiesten geweest? Ja? Ah. Ruud Vorder, hè? Ruud Vorder? Ruud Vorder was... Wat deed dat? Dat was een muzikale jongleur, hè? Muzikale jongleur? Hallo. Wat deed dat? Jongleren, hè? Jongleren met dingen, met flatjes, hè? En dan liet iedere keer een flatje verdwijnen om mijn deur. Zodat daar zonder flatjes, hè? Ze is dat moeten uitschieten. En je veer gaat dan niet meer. Zo'n flatjes, hè? Ja, van verre al zeggen. Dus grootvader zit momenteel zonder flatje. Ja, maar was die een flatje of worden vele? Wie veel? Vijf flatjes. Vijf flatjes. En hoe erg was u groet voor hem? Nou, weet ik niet, maar we hebben hem lang gehad, hè. Maar nee. Vroeg juist wanneer dat de Grootvader gestorven is, op welke leeftijd? Ah, 94 jaar. 94. Wat was de oorzaak van zijn dood? Vrouwen en drank. Hij kon er niet tegen zeggen. Nee, hij kon er niet kraren. Gewoon, buiten de vrooglasten, hoe kunnen we een gulle delicote vraag stellen? Kun je tegen de vrouwen? Jongen, pas op, vriend, pas op. Je komt hier niet alleen, hè? Je zat hier niet alleen, hè? Op zijn, hè? Je stond hier met figuroosje, met gulle schoenen vrouwtjes, hè? Met een valken, gelijk met perzik. Met koksjes, gelijk appelkes. Met een mondje, gelijk keizerkes. Dat zijn geen vrouwen, dat is meer een pot confituur dan gaan. Enfin, we gaan het kort trekken, hè, vriend. Want wanneer niet blijft duren, hoor. Allee, kun je met ze zingen? Tuig een keer iets. Ik heb... Ik heb vroeger nog gezongen, hè. Mijn succesnummer was dingen, chanté, chanté. Ja, dat ken ik niet, chanté, chanté. Ik kon een bis nummer, u kent. Wat een bis nummer? Dus ik ken de Wallonie werken, hè. Een Frans nummer, ook als bis, hè. Ja? J'ai vu passer la rondelle. Dat was een... meer voor ambiance te steken, ah, dus, ja. De stemmingen, hè. J'ai vu parler la rondelle. Een vrieskuur. Ja, dat is goed. Allee, en fijn, dat is nu goed. En kun je een beetje dansen, tuur een keer eens, dan een keer. Allee, tuur dit. Ja? Heb je toch al vroeg een keer iets, tuur je? Moet een keer iets zien? Hier? Van Hagen hier. Zou je toch z'n vriend niet voor iets laten zien? Als je iets hebt, moet iets kunnen. Ah, dat is iets anders dan. Allee, dans niet. Een keer tuur van de dans. Klassiek of modern? Ja, dat blijft maar gelijk. Dat weet ik, zo. Allee, salut, hè. Niklas, hè. Ja, dat weet met de dansen. Dat is bizar, dat is bizar. Het is ballet van Vlooren, dat. Ja. Dat trekt meer op een Tirol, dat, hoor. En ze melange dat ik het doen, hè. Ja, fijn. En kun je met z'n acteren? Graveren? Acteren. Mijn nieuws gedoen, dan. Ja, maar mijn neutje, vriend. Een heel klein minuutje, hoor. Wat? Wat kan je nou eigenlijk doen, vriend? Wat? Ja, maar niet. Je verstoort niet goed. Je kunt niet zingen. We kunnen niet dansen, we kunnen niet acteren. Wat kan dit ons doen?
Als men verder zeggen dat het man niet moest rekenen. Oh.